Het begon met een verliefdheid, een puber nog, maar toch. Dat gevoel van machteloosheid, enkel om zo'n joch. Voor het eerst stond mijn hart volledig op de tocht. Maar dat was niet wat hij in me zocht, nee, hij was... In 2004 ben ik na 14 jaar rondtoeren en 7 shows gemaakt te hebben gestopt met cabaret. De bedoeling was voor altijd, maar dat is niet gelukt. Ik stopte eigenlijk om mijn relatie te redden en dus het gezin bij elkaar te houden, maar dat is ook niet gelukt. Dus ben ik maar weer begonnen. Samen met componiste, pianist en zangeres Elke Jansen speelde ik tussen 2008 en 2010 het programma Dat Wil Je Niet Weten en vanaf 2010 tot 2012 Het Bloed Kruipt. In het najaar van 2012 verschijnt mijn 10e programma Goed Gemutst. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. Het Bloed Kruipt is opgehangen aan het lied Mens Durft Te Leven. Kan dat niet meer dus? Mens durft te leven. En dit is ook het bloedkruip waar het niet gaan kan, want dit was het lijflied van mijn opa. Al 100 jaar is dit iets wat ons bezighoudt. Al 100 jaar mensen durven te leven, dan denk ik... Ik vind het zo fijn dat mensen daar 100 jaar geleden ook al moeite mee hadden. Ik heb een eigen tijdse versie van het lied geschreven. De laatste 4 regels heb ik intact gelaten. En om die regels gaat het. Dat is geen leven. Dus internet daten. De meeste is bluf. Draag een hart vol van warmte en van liefde in je borst. Wees op jouw vierkante meter. De voorstelling is een mix van conferences, korte verhalen, typetjes, uiteraard aangevuld met liedjes. Lees toch? Niemand heeft jou ooit gevraagd of je wel wilde. Niemand heeft gevraagd bij jouw geboorte. Oh, wacht even, stop. Durf je wel? Je werd er gewoon uitgeflikkerd. Ik heb nog steeds een fobie voor glijbanen. Ja, het is... En daarna blijkt het alleen al een kwestie van doorademen. Dat is vaak als mensen het moeilijk hebben, dan hoeven ze me gewoon doorademen. Ik zeg, hoezo mislukt? Terwijl ik haar voor laat gaan op de trap, waardoor ik ook nog eens goed zicht heb op haar ongelofelijke kont. Heel strak spijker, goed. Oh ja, ik weet niet, ik klik niet met iedereen, denk ik. Ik denk, nee, inderdaad. En ik hou de deur van het bespreekkamertje voor mij open, dus moet ze weer dicht langs mij heen. En ik kan het niet helpen, ik kan mijn ogen niet van de décolleté afhouden. En je hebt décolletés en décolletés en er zijn ook hele mooie décolletés. Maar dit was zo'n décolleté, dan krijg je meteen ongewenste gedachten aan fietsenstallingen en slachthuizen. Het was ook met van dat weken vlees, dat als je daar een vinger in steekt, dan blijft er een putje in staan. Mij kennen, verwennen, iemand moet het doen. Ja, zo is dat. Zelf wil ik het niet doen. Mij mateloos bewonderen en af en toe belonen met een lekkere zoen. Iemand moet het doen. Je moet het zelf doen. Ik vind, gedeelde smart is halve smart, weet u er nog? Was ook een mooie, hè? Wij hebben in Arnhem tegenwoordig in de feestwinkel een troostmachientje. Dat is 2011. Dan gooi je 50 eurocent in een gleufje, dan zit er een voetpedaaltje. Dat kun je dan bewegen en dan doet er een handje zo. Je hebt nooit recht op aandacht van die ander. Nooit. Dus jij komt thuis en je ploft naast hem neer op de bank en je zegt, hé schat, hoe was jouw dag vandaag? Terwijl hij net Top Gear zit te kijken. Foute timing. Eerst even afstemmen, hem de keus geven. Oh schat, ik zie dat je net Top Gear zit te kijken, maar ik kom thuis en ik heb ontzettend veel behoefte aan een praatje. Ik heb ook heel veel meegemaakt vandaag. Het zou erg fijn zijn om het nu met jou te delen. En dan mag hij zeggen... Nee, want ik zit nu even Top Gear te kijken. En dan zeg jij, dat is goed schat. Dan ga ik wel even iets leuks doen voor mezelf. En ik
ik kan het dan niet laten om te speuren naar een woest aantrekkelijke klootzak die lijkt op George Clooney. Het schijnt dat je er heel veel mediterende George Clooney in jezelf kan vinden. Daar heb ik het geduld niet echt voor, moet ik eerlijk zeggen. Maar het schijnt dat het kan. Eerst afstemmen. En als die ander nee zegt, lief en stil je lot aanvaarden. En hoe dat moet, behandel ik in de volgende voorstelling. Wie weet wat, waarom, waarheen, waartoe. Worstelen met woede, wie weet wat beters, wat is het wachtwoord. www.wat, www.welk wonder wil ik? Heb je in de pauze nog een beetje doorgepraat over warme hartjes en wat je zoekt? Ja, oh, wat goed. Wat leuk. En opa zei altijd, wie niet bang is, is gek. Maar wie bang is en het toch doet, dat is een held. De ene wens verloren, de ander weer geboren. Zo blijf je uitverkoren voor een doel dat niet bestaat. Hé, hey, kijk, zegt hij. En hij grinnikt, die zijn nieuw. En hij wijst op twee kinderen die met een toiletrol onder de arm naar het toiletgebouw lopen. Die weten nog niet dat hier wc-papier op het toiletgebouw is. Ja, zegt ze, het is een nette camping. Nou, zegt hij, daar komen ze dan zelf wel achter. Wat, zegt zij, nou, dat er al wc-papier is. Oh, zegt ze, ik dacht dat je bedoelde dat het een nette camping is. Wat, zegt hij, nou, dat ze daar achter komen, zegt zij. Wie, zegt hij, die kinderen, zegt zij. Oh, zegt hij. Maar ze ziet dat hij het niet meer snapt. En ze nemen nog een stukje stokbrood. Durf te zweven, durf te vliegen. Durf te duiken in het diep. Durf te drijven, durf te glijden. Durf te zijn, je eigen type. 112 erkende fobieën zijn er in dit land. En die hebben allemaal Latijnse namen. Dus ik denk, nou ja, daar moet ook iets tussen zitten wat jullie hebben, of niet? Hè? Dus we gaan even kijken wat jullie hebben. En zo. En ik ga eventjes nu in de weier in Boksmeer kijken welke fobieën er in de zaal zitten. Ja, maar jongens, kom even los met je angsten, want we kunnen natuurlijk van elkaar leren. Ik ga even toch even naar jou toe nu. Heb jij last van gynefobie? Waarschijnlijk niet. Nee, dat is angst voor mooie vrouwen. Nee, helaas. Wie heeft er last van gamofobie, angst voor het huwelijk? Gamofobie, angst voor het huwelijk. Wie? Niemand? Nou, dan deze toch zeker wel. Separatiefobie, angst om te scheiden. Wie? Ja, ik denk, als je dan eigenlijk getrouwd bent, dan zou je ook niet willen scheiden, toch? Als ik mijn hoofd maar bij elkaar houd. Als ik mijn naam maar nooit vergeet. Als ik maar niet een keertje omval, zonder dat iemand het weet. Als ik maar tot het einde goed blijf en het in mijn eentje red. Als ik maar niet te vroeg moet sterven na een slopend ziektebed. Als ik maar nooit. Nee. Over mijn lijk. Jawel, moeder, zegt de dochter. Natuurlijk wel. En ze legt een gerimpelde hand op een nog veel gerimpelder hand. Volstrekt rimpeloze Astrid, zet door. De burgemeester zal hoogst persoonlijk taart en een bloemen komen brengen. En de pers zal daarbij aanwezig zijn. Nu komt er iets wat lijkt op een giegel uit de rolstoel. De dochter buigt weer opzij en veegt met de witte zakkenkoek weer wat kwijl van de kin van haar moeder. En zegt, ze zegt al dat ze het leuk vindt, maar ze moet alleen even wennen aan het idee.
Durf te zweven, durf te vliegen. Durf te duiken in het diep. Durf te drijven, durf te glijden. Durf te zijn, je eigen type. Durf te hollen, durf te draven. Durf te vallen, op een knie. Durf te knoeien, durf te prutsen. Durf te grijpen, de regie. Lieve God, in plaats van mensen te laten doodgaan en alles maar nieuwe te maken, kunt u die we al hadden niet gewoon houden? Hey, klim omhoog naar die top. Leef! En zet een tentje op. Leef! Vraag je lief je tent op. Leef! Grijp ook je laatste kans. Grijp ook je laatste kans. Grijp ook je laatste kans. Leef! Het begon met een verliefdheid, een puber nog, maar toch. Dat gevoel van machteloosheid, enkel om zo'n joch. Voor het eerst stond mijn hart volledig op de tocht. Maar dat was niet wat hij in me zocht.